Amsterdam wordt aardgasvrij, want zo wordt de stad duurzaam en klimaatneutraal. Om deze overstap zo betaalbaar en zorgvuldig mogelijk te maken, hebben we goed nagedacht over hoe en in welke volgorde buurten aardgasvrij worden. De overstap naar duurzaam verwarmen doen we samen. Niet van vandaag op morgen, maar stapsgewijs. Op basis van de kennis van nu, gecombineerd met opgehaalde wensen van Amsterdamse bewoners, bedrijven en partnerorganisaties, schetsen we een route door de stad. Alle Amsterdammers gaan merken dat de stad in transitie is. Buiten op straat, maar ook binnen in woningen en gebouwen. In bijna 50 buurten zijn we al gestart. Voor de ruim 400 overige buurten hebben we een tijdpad opgesteld. Ongeacht het alternatief voor aardgas en de volgorde van buurten, gaan alle gebouweigenaren aan de slag om hun panden klaar te maken voor aardgasvrij verwarmen en koken. We hebben keuzes gemaakt op basis van uitgangspunten die we samen met de stad hebben opgesteld, keuzes in de alternatieven voor aardgas per buurt en keuzes in de volgorde van aardgasvrij worden. De laagste kosten vormen de basis van die keuzes. Hierdoor zal de overstap naar aardgasvrij voor iedereen zo laag mogelijk zijn. Alle keuzes zijn getoetst op het verminderen van CO2-uitstoot op korte termijn en de mogelijkheden om nog meer te verduurzamen op lange termijn. Andere uitgangspunten waarmee we rekening hebben gehouden zijn de aanwezigheid van warmtebronnen. Ook moet de uitvoering realistisch en planbaar zijn en voor de minste overlast zorgen. Sommige buurten zijn eerder aan de beurt dan andere. Dat tempo wordt bepaald door bijvoorbeeld planningen van woningcoöperaties en werkzaamheden in de openbare ruimte. Voor iets meer dan de helft van de Amsterdamse gebouwen is een warmtenet de goedkoopste oplossing. Deze warmtenetten zullen een mix van duurzame bronnen hebben. Nu is dat restwarmte uit het verbranden van ons afval. Straks wordt het nog duurzamer met warmte uit diepe aarde of warmte uit de grachten of het ei, ook wel aquathermie genoemd. Wie deze bronnen, het warmtenet of de levering beheert, kan en zal in de toekomst op verschillende manieren georganiseerd worden. Voor grote delen van het historisch centrum en een paar buurten met veel vooroorlogse bouw zijn er op dit moment nog geen betaalbare duurzame warmteopties. Daarom blijft hier voorlopig het gasnet liggen, maar moet elke kans benut worden om te isoleren. Zo worden deze buurten toekomstklaar gemaakt voor innovatieve manieren van verwarmen. Voor de gasvraag die dan nog overblijft, denken we aan groen gas of waterstofgas. All Electric is in enkele relatief nieuwe buurten met wat minder bebouwing, vaak buiten de ring A10, de warmteoplossing. All Electric betekent dat alle verwarming in huis elektrisch tot stand komt. Hiervoor wordt het elektriciteitsnetwerk in de buurt verzwaard. De kosten zijn het laagst als iedere eigenaar op een natuurlijk moment overstapt. Bijvoorbeeld bij verhuizing, verbouwing of vervanging van apparaten. Ook voor kleinschalige nieuwbouw is All Electric vaak de beste oplossing. Maar voor grootschalige nieuwbouw met een hoge dichtheid qua bebouwing zijn lage temperatuur warmtenetten, eventueel in combinatie met WKO, vaak de meest passende oplossing. Bedrijventerreinen en locaties met veel kantoorgebouwen worden aardgasvrij door lokale bronnetten met bijvoorbeeld warmte-koude opslag of oppervlaktewater. Aardgasvrij worden is in gebieden met veel utiliteitsbouw goedkoper en makkelijker dan in woonwijken. Het grootste deel van de Amsterdamse utiliteitsbouw zal dan ook al voor 2032 aardgasvrij zijn. De gemeente regisseert de aardgastransitie en betrekt bewoners en partners zo vroeg mogelijk in het proces. In de 50 buurten waar we al gestart zijn, willen we buurtuitvoeringsplannen binnen 2 à 3 jaar klaar hebben. Door goed en snel samen te werken, creëren we duidelijkheid en houvast voor alle betrokkenen. Ook in de warmtenetbuurten, waar we voor 2030 aan de slag gaan, stellen we de komende jaren buurtuitvoeringsplannen op. Een haalbare en betaalbare transitie is niet vanzelfsprekend. Iedereen moet mee kunnen denken en doen met de overstap naar aardgasvrij. En de kosten die gemaakt moeten worden, verdelen we zo eerlijk mogelijk. Daarom zorgt de gemeente nu voor subsidies voor gebouweigenaren.
Ook wordt de transitievisie minimaal elke 5 jaar herijkt. Op die manier kunnen we nieuwe inzichten en technische innovaties verwerken. Toch zetten we ook de komende jaren alvast de eerste belangrijke stappen. Want door te wachten raakt ons doel, een CO2-uitstootvrije stad, steeds verder buiten bereik. De stap naar aardgasvrij, die zetten we samen met elkaar. Helpt u mee?